Goedemiddag, we staan hier bij het Thomashuis in Vinkenburg, u vast allemaal bekend. Een hele mooie kerk die tegenwoordig gebruikt wordt als opvanghuis. Want er zijn een aantal geestelijk gehandicapte jongeren die hier wonen. Onder de bezienleiding van de familie Onnink. En we gaan nu even binnenkijken. Nou, we staan hier inmiddels in de gang in de kerk waar het Thomashuis gevestigd is. Naast mij André Onnink, de zorgmanager zoals dat volgens mij zo mooi heet. Ja, zorgondernemer. De zorgondernemer zelfs. André, vertel even kort, wat is een Thomashuis? Het Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn er ongeveer 80, 90 in Nederland. En we maken dus onderdeel uit van een franchiseketen. Ieder huis heeft zijn eigen identiteit. Kenmerkend is dat zorgondernemers ook in het pand wonen en 24 uur per dag beschikbaar zijn voor de zorg van onze bewoners die we hier in huis hebben. Ja, want eigenlijk zijn jullie als het ware gewoon een extreem groot gezin, hè? Met jullie eigen kinderen en met de bewoners. Ja, dat proberen we hier ook na te bootsen, een groot gezellig gezin. Nou, volgens mij is dat goed gelukt, hè? We hebben net even rondgekeken en wat me opviel is dat het inderdaad geen tehuis is, maar een thuis voor de mensen. Ja. Allemaal eigen mooie kamers, allemaal naar eigen sfeer ingericht. Dus volgens mij zijn jullie daar goed in geslagen, maar het is denk ik wel een hele opgave om dit te doen. Danielle, klopt dat? Nou ja, een opgave klinkt zo. Wij zijn hier ingestapt met een bepaald doel en een passie natuurlijk. En wat we graag niet wilden, want we komen ook al uit zorg. Wij doen het nu 3 jaar. Hè? Ja. En waarvan we ongeveer 1,5 jaar echt gewoon met z'n tweeën en Gijs, dat was Sarah nog eens, onze dochter, moesten we echt 24 uur per dag klaarstaan. Dus om 's morgens om 7 uur begonnen we. Ja, en dan tot 1 uur of 12 gingen we door. En dan korte nachten, Gijs die af en toe nog wel eens kwam. En, maar ja, toen zijn we na 1,5 jaar begonnen met personeel. Mensen bij ons die kwamen helpen. Nou, dat doen we eigenlijk nu nog steeds. Dus eigenlijk die mensen die, wij zeggen altijd, die helpen ons altijd. Die helpen ons dat wij onze vrije tijd erin kunnen delen. Dat we ook in het ons eigen gezin iets kunnen doen. Maar ook ons vrijwilligerswerk, wat we doen, onze hobby's proberen we uit te oefenen. En daar hebben we dan ons personeel voor. Kijk, dat klinkt helemaal goed. Nou, de aanleiding dat we hier natuurlijk zijn, is dat er 8 juni een heel mooi concert georganiseerd gaat worden. Ja. Door de Juniorkamer en door de Rotary. Ja. En waarom zijn we dan hier? Ja, dat vragen we ook eigenlijk af. Het is gezellig. Nee, we zijn een tijd terug zijn we benaderd of we het goede doel daarvoor wilden zijn. En we hebben steeds tegen elkaar gezegd en ook tegen degene die hier kwamen van de Juniorkamer. Voor ons hoeven jullie het niet te doen. Wij hebben het goed. We willen echt dat het... Dat als we het worden, het echt voor onze bewoners is. Want zij verdienen juist dat stukje extra. Wij hebben het gewoon goed, toch? Want ja, zeg maar, het ontbijt en het eten van de mensen die hier wonen, wat wordt betaald van de PGW's. Ja. Hè, maar het gaat om een stukje extra aandacht eigenlijk, hè? Nou, het is... kijk, de zorg wordt, wat je zegt, de eten wordt gefinancierd door de PRB. Dat is niet zo. De zorg wordt echt gefinancierd door de PRB en... De bewoners betalen gewoon vanuit hun uitkering voor eten, drinken, huur van hun kamer. Mm-hmm. De extra dingen, en dan moet je vooral denken aan bijzondere aanpassingen. Bijvoorbeeld een extra verstevigde schommel of een duo fiets. Ja, dat zijn dingen die ze zelf niet kunnen betalen, maar die ze eigenlijk wel heel goed kunnen gebruiken. Ja, dat is eigenlijk wat we gaan doen, hè? Met het Vechtbalconcert op 18 juni. Gaan we kijken of we een mooie bijdrage kunnen leveren, dat we de duofiets kunnen aanschaffen. Ja. En als het een beetje geluk is, dan kunnen we die op 18 juni ook aan jullie overhandigen. Zijn de bewoners al op de hoogte? Ja. 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 En wat was de reactie? Nou, toen we vertelden dat het klassieke muziek was. De eerste, toen één jongen had ik zo, daar ga ik echt niet mee. Totdat wij een liedje van Jeroen van den Boom opzetten en toen was hij om. Maar voor de rest, ze zijn een beetje overdonderd. Ja, wat is dat? Ze kunnen niet echt een voorstelling maken wat het is. Maar weten ze ook al dat ze een fiets krijgen? Ja, dat hebben we wel verteld. Ja, dat we dat graag willen hebben. Ja, dat vonden we leuk. Ja, de meeste bewoners die kunnen wel alleen op de fiets zitten, maar zijn niet verkeersveilig. Fietsen gewoon de toren in als je niet oplet of gaan er ineens vandoor, nemen een sput en... Juist met een duofiets kun je gewoon samen met de bewoner op pad. En dat
vonden ze wel heel leuk, want dan hebben ze ook het gevoel dat ze ja, erop uit kunnen trekken samen met de begeleiding. En dat vinden wij wel belangrijk in ons huis. Ja, nou, dat past denk ik heel goed in de doelstelling van het concert. Hè? Dat ze iets willen doen wat gewoon concrete meerwaarde biedt voor iets in de regio. Nou, daar passen jullie heel goed in. Ja. Dan zien we jullie graag 18 juni op het concert. En ik zal straks nog even iets vertellen waar mensen de kaart kunnen kopen. Nou, ik denk dat jullie een goede indruk hebben gekregen van het Thomashuis, van de zorgondernemers hier. En waarom het Vechtwald Concert gekozen heeft voor dit doel als goede doel voor het concert van dit jaar. Hebben jullie belangstelling voor kaarten? Het is een prachtig programma met onder andere Jeroen van der Boom, Miranda van Kralingen, Ensemble Bonfort en anders kan ik nog even doorgaan. Bel mij dan even of kijk op www.vechtwaldconcert.nl, dan vind je alle informatie.